Het klaarmaken van het middageten. Lekker rusten op het dek. Gezamenlijk een hapje eten. Een van de drie eilanden die behoort tot het Nationaal Park Komodo. De eilanden zijn Komodo, Rinca en Pahdar. Op het eiland Rinca kun je onder leiding van een ranger een mooie wandeling door het savanneachtig landschap maken, waarbij je apen, herten en enig geluk wilde paarden, buffels en varanen ziet. Laat in de middag aankomst Kalong Island. Een prachtig gezicht om de vliegende honden te zien opstijgen rond deze tijd. Om elders op het vasteland voedsel te zoeken. We zijn er inderdaad duizend. Ja, ik ga het gewoon even doen, zo denk ik. Dat is echt een optocht. Nee. Gezamenlijk avondeten en ons prepareren voor de nacht. De Komodo-vraan is de grootste hagedissoort ter wereld. Is ook een van de meest recente ontdekte reptielen. De westerse wetenschap ontdekte de Komodo-vraan pas in 1912. Ze komen alleen voor op een paar kleine eilanden in de Indische archipel. De Komodo-vraan is berucht vanwege zijn omvang, kracht en dinosaurusachtige uiterlijk. Het is een behendig roofdier dat vaak in troepen op grote roofdieren jaagt.
Ondanks zijn wat vatzige uiterlijk kan hij zich ongelooflijk snel verplaatsen. En kan hij varkens, herten, geiten die op zijn menu's staan, maar ook mensen gemakkelijk inhalen. Met zijn krachtige kaken en klauwen doodt hij snel zijn prooi. Maar dieren die de eerste aanval overleven, sterven vaak alsnog aan de dodelijke infectie door bacteriën uit de bek van de hagedis. In de middag kwam de ferry uit Labuan aan. Verminderde van snelheid, zodat de opstappers via een touwladder aan boord konden gaan.
Informatie, heren van aandacht, Sherry voorin.